Zeggen deze initialen u iets? Wel nu, vergeet ze maar. De ML maakt plaats voor de GLE. Voor zijn nieuwe generatie verandert de grote SUV van Mercedes van naam. Een type naam waarvan voortaan ook een coupé-versie bestaat en zelfs een coupé 450 AMG. De GLE Coupé, dat is de coupé-filosofie geënt op een SUV. Met zijn maximaal 1650 liter grote koffer is hij recordhouder in zijn klasse. Om deze twee schijnbaar onverenigbare werelden met elkaar te verzoenen, is er een kleine draaiknop, waarmee je van de ene wereld naar de andere kunt verhuizen. Dit is de fameuze Dynamic Select-knop, waarmee je het rijgedrag van de GLE kunt aanpassen. Bon, we gaan alleen rustig laten beginnen, hè. Comfortstand. Door in te werken op verschillende technische systemen tovert het Dynamic Select systeem de GLE Coupé om tot een comfortabele limousine. De stuurinrichting wordt lichter, de ophanging zachter en de 9G-tronic rijgt zijn 9 versnellingen aaneen zonder vermogensonderbreking. Dans ces conditions, on profite pleinement de l'installation audio Harman Kardon ou Bank & Olufsen Beosound AMG magique. Dans les deux cas. Met een gerust gemoed over de weg zweven, dat is de premium SUV-kant van het model. Maar hij kan zich ook volledig laten gaan. In sportmode, Alain. Oh, yeah. De sportstand laat de GLE Coupé een heel andere kant van zichzelf zien. Om andere sensaties te bieden. Het stuur voelt steviger aan en de versnellingsbak spontaner. Klaar om de 258 paarden van de 3 liter diesel van deze 350D-versie los te laten. Om zijn vermogen doeltreffend over te brengen op het wegdek is er een 4MATIC vierwielaandrijving met 50-50 verdeling van het koppel tussen de assen. Oui, et quel couple pas moins de 620 Nm. Notez qu'en bonne sportive, cette GLE coupée est également disponible en version 450 AMG. Een versie die ook kan beschikken over het Active Curve System, dat bij het snellere bochtenwerk de zijdelingse krachten neutraliseert en de rolneiging beperkt. En nu de Sport Plus, Alain. En dat is alleen voor AMG, hè.